Surinamers hebben vandaag kosteloos hun bloeddruk, bloedsuiker en hun body mass index gratis kunnen opmeten tijdens de derde editie van de Gezondheidspromotiedag. De Stichting Gezondheidspromotie wil volgens haar voorzitter Sharma Bihari Surinamers bewust maken om een gezondere levensstijl op na te houden. Surinamers moeten proberen ziekten te voorkomen. Ik ben namelijk medische student uit Cuba en daar zie ik echt dat men gericht bezig is met het voorkomen van ziektes. Het voorkomen van ziektes is beter dan genezen. En in Suriname let men niet echt erop op het voorkomen van ziektes. Men is nog onbewust over bepaalde ziektebeelden hier in Suriname. En het is de bedoeling met deze dag ze bewuster te maken hoe gezonder te leven. Want in Suriname zijn we er niet echt bewust van hoe gezonder te leven. We hebben wel een idee, we moeten gezond leven, maar we weten wel niet hoe gezond te leven. Tijdens de gezondheidspromotiedag die voor Hotel Krasnapolski is gehouden, zijn de bezoekers geholpen door medische studenten uit Suriname en Cuba. Ambassadeur Ike Antonius, die ook aanwezig was, vond het prijzenswaardig dat de studenten in hun vakantieperiode iets terug doen voor de Surinaamse gemeenschap. Hij merkte op dat we vaak genoeg er niet bij stilstaan dat de behoefte aan een goede gezondheid belangrijk is dan de materiële behoefte. Druk en we vergeten soms dat sporten en een gezonde levensstijl belangrijk zijn. Een goede gezondheid is deels verantwoordelijkheid van de staat. Om dat te garanderen, is deels verantwoordelijkheid van de artsen die de diensten verlenen. Maar aan de andere kant is het ook een verantwoordelijkheid van het volk zelf, van de mens zelf. Om gezond te leven, om te weten hoe ik omga met mijn leven, mijn dagelijks leven, waarin ik energie stop en waarin niet. En dat was dus ongeveer de rode draad, de boodschap dus die ik heb willen meegeven. En natuurlijk heb ik de studenten en afgestudeerden gemotiveerd om dit voort te zetten, zodat het een duurzaam karakter kan hebben. Het is geen ad hoc activiteit, dat moet het ook niet zijn. En ik hoop dat wanneer ze afgestudeerd zijn, ze niet blijven in de klinieken en in het hospitaal. Maar ook hier verder doorgaan. Niet iedereen heeft de gelegenheid om echt gebruik te maken van alle diensten. Antonius zegt dat er dit jaar 11 medische studenten uit Suriname zijn afgestudeerd op Cuba. En momenteel studeren er nog 31.